je op de fiets wil stappen, zorg ervoor dat eerst je banden goed opgepompt zijn. Dat je niet al te ver kan induiken met je vingers. Vervolgens zorg je er ook voor dat je remmen niet aanlopen. Dus wanneer je wiel draait, dat er genoeg ruimte zit tussen je remmen en je wiel. En dat je shifter niet tegen je stuur aankomt als jij in de rem knijpt. Ook belangrijk is dat je ketting goed schoon is. Wanneer je een goed schone ketting hebt, slijt de ketting minder snel, is het efficiënter om te fietsen en krijg je geen vieze handen als je je bandje gaat vervangen. Tip 1. Oefening 1 van de trekstand. Zorg dat je een beetje snelheid hebt, kom tot stilstand met je remmen, ga staan en hou je balans. En als je balans niet meer houdt, rij je weg in een lichte versnelling. 2. Het stilstaan op de fiets. Dit is iets wat ze in het baanwielrennen doen. Dat heet een trackstand. In het Frans heet het een surplomb. Het is de makkelijkste manier om het bergop te oefenen, zoals ik het nu doe. Want wat gebeurt er dan? Doordat je stilstaat, wil die fiets wil naar achter rollen. Maar als je dan een beetje druk op je pedaal houdt, je voorste pedaal, dan kan je, door een beetje balans te houden en je stuur scheef te gooien, kan je stilstaan. Kijk, ik laat hem even van de zijkant zien. Je stuur staat scheef, druk op het voorste pedaal en zo ga je dus stilstaan. Als je iets wil oppakken van de grond, hou dan je hand aan de rem en zorg dat je voet laag is als je het voorwerp wil oppakken. Kun je rustig doorfietsen. Als laatst kun je ook proberen om over een bidon heen te sturen. Ook dit is heel goed voor je balans.